Ja, er zijn eigenlijk hele kleine dingetjes die je kunt doen om schade te beperken of te voorkomen. En dat is als je weet dat er een storm aankomt, ja, zorg dat je vuilnisbak niet buiten staat bijvoorbeeld. Of bind wat vast. Tuinmeubelen, daar krijgen we ook jaarlijks wel een aantal schades van binnen. Die zwerven in het rond en liggen dan tegen de auto van de buurman aan. Ja, die kun je vastzetten of binnenhalen. Een andere wat praktisch is om schade te voorkomen is toch voorafgaand aan het winterseizoen toch even je dakgoot leeg halen. Want na een storm wil het ook nog wel eens heel hard regenen. En dan komt vervolgens allemaal water in de goot en het stroomt over en dat komt zo weer via de loodslappen naar binnen toe. En dan heb je waterschade. Dat zijn vrij kleine dingetjes die je kunt doen als huiseigenaar of als huurder om schade te beperken.